Iedere dag een blik op de wereld. En die blik komt van BNR buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. En die blik is misschien ook al langer dan we ooit hadden gedacht, gericht op Bakhmut. Hoe komt dat toch? Je hebt al eerder gezegd, spookstad, enigma. En toch ook vandaag weer berichten over een strijd die maar voort blijft duren. Van weerskanten. Hè? Ze hebben van weerskanten duidelijk gemaakt dat wat er ook gebeurt, ze geven deze strijd niet op. En dat is heel opmerkelijk, want het is zo langzamerhand inderdaad een ruïne en een symbool. Maar Shoigu, de Russische minister van Defensie, heeft net in een verklaring gezegd, ja, het is toch wel heel belangrijk dat we dat Bakhmut uiteindelijk in handen krijgen om te kunnen doorstoten met ons offensief. Dus klaarblijkelijk zien zij het als een soort poort naar de rest van de Donbass. Maar dat is toch altijd al het geval? Ja, en als je op de kaart kijkt, denk je, ik weet niet of dit nou het slimste punt is. Dus ik heb twijfel of het zo is. Maar in ieder geval, hij zegt dat. Ze zeggen nu zelf, de Russen, dat ze 50% van het gebied in handen hebben. Er zijn schattingen van de Britten die zeggen het is waarschijnlijk iets minder, 40, 45. Wat ook opmerkelijk is, want na zo lang strijden zou je toch denken van zo'n groot en toch redelijk overweldigend leger als de Russen, dat ze meer in de hand moeten hebben. Er zijn ook volgens de Oekraïners het afgelopen etmaal iets van 50 luchtaanvallen geweest, waarvan ze er 37 hebben weten af te slaan. Er is gewerkt met jachtbommenwerpers. Dat heb ik ook nog niet eerder gehoord in deze kwestie. Dus het wordt steeds serieuzer. En Oekraïne van zijn kant, Zelensky overlegt natuurlijk voortdurend met zijn commandanten en met de strategen bij het ministerie van Defensie, zeggen nee, absoluut niet opgeven. Want in de eerste plaats hebben we nog steeds een kans om het te behouden of te winnen. Maar in afval zetten we de Russen een enorm eind terug door die strijd vol te houden. En het tragiek van dit alles is dat aan weerskanten echt bosjes doden vallen. Geert-Jan Haan had het vanmorgen over een schatting die hij in Oekraïne had gehoord, dat er aan de Russische kant 7 keer zoveel soldaten omkomen als aan de Oekraïnse kant. En aan de Oekraïnse kant praat je al over duizenden. Dus het is echt één grote slagpartij. Ondertussen gaat er ook op diplomatiek niveau weer een proces verder, namelijk de EU-aanvraag van Oekraïne om lid te worden van de EU. En daar gelden strenge voorwaarden voor. Ja. Onder andere het bestrijden van de corruptie. Maar Oekraïne kan een vinkje zetten, hè? Ja, Zelensky heeft een nieuw hoofd benoemd van het kantoor dat strijdt tegen corruptie. En zei daar onmiddellijk achteraan zo: nu hebben wij voldaan aan alle voorwaarden. Dus hupsakee, die aanvraag kan nu verder in behandeling. Dat is echt onzin, want als je kijkt naar die voorwaarden, dat zijn zogenaamde Kopenhagen-regels. Dat is een soort telefoonboek. En je moet dat echt allemaal uitvoeren. Dat moet worden gecontroleerd. Je moet je instituties opnieuw inrichten. Je rechtbank helemaal op een andere manier organiseren. Dat duurt jaren en jaren en jaren. Maar het is weer typerend voor de manier waarop Oekraïne eigenlijk deze hele oorlog al op twee fronten vecht. Eén is natuurlijk gewoon vechten op de grond en in de lucht. En het andere is het diplomatieke gevecht. Want elke keer duwt Zelensky de pionnen op het schaakbord toch steeds meer in onze richting. En elke keer geven we een beetje toe. Een tijd geleden was het ondenkbaar dat er überhaupt kon worden gesproken over lidmaatschap van Oekraïne. En nu roept hij al, ja, wat mij betreft kan het wel wat sneller. En elke keer geven we toch een beetje toe. Bernard Hammelburg, dankjewel.